Oké. Ik ben erachter hoe wij aan de jetpack kunnen komen. In Mad City. Het is heel lastig. Het is echt heel erg moeilijk. Maar we gaan het proberen. We hebben er een pistool voor nodig. Een code. En een nachtclub. Oké? Like deze video binnen 3 seconden. Als je geen normale baas bent, maar wel op een baas. En laten wij lekker gaan beginnen. We gaan eerst naar de bank toe. We gaan even een klein overvalletje doen. Om een beetje extra geld te verdienen. Oh nee. De surveilleert daar al een superheld. De surveilleert daar letterlijk nu al een superheld. Oké, wacht, ga ik dit wel doen? Want ik raak nu wel. Ik heb nu wel de kans dat ik mijn superkrachten kwijtraak als ik dit doe. Nee, ik ga dat niet doen. Ik ga dat risico gewoon niet nemen. Nee, ik ga gewoon naar de casino toe, want die wordt namelijk ook overvallen. Like deze video binnen 3 seconden als je een opperbaas bent. En volg mij op Instagram voor geheime posts over mijn leven. Het mag, het is heel gratis. Dutch Schuber met 2 R'en, linkje in de beschrijving. We moeten wachten tot de nachtclub open gaat. En dan ga ik jullie laten zien hoe je aan de jetpack kunt komen. Een soort van tutorial zou je het wel kunnen noemen. Ik heb het zelf ook via een tutorial gezien hoor, daar niet om. Maar ik bedoel, oh nee. En dat is ook allemaal nog meegenomen. En nu ga ik het niet halen ook. Nu ga ik het waarschijnlijk niet overleven. Tenzij ik heel snel hier weer uitkom. En dat is me gelukt. En ik heb nog maar 10 HP. Ik moet nu wegkomen. Ik moet letterlijk nu wegkomen. Oh my gosh, ik ga dat risico dus nooit meer nemen. En ik word nog steeds beschoten, dus ik moet heel goed uitkijken. Oké, dat ging dus echt letterlijk compleet fout. Ik was bijna mijn superkrachten als crimineel kwijt. Nee, dat gaan we dus niet meer doen. Hoe kom je aan de jetpack? Goeie vraag. Nou, als eerst, je moet daarvoor naar de nachtclub. Die is momenteel niet open, maar zometeen wel. Ik had hem eigenlijk de vorige aflevering al kunnen krijgen. Maar mensen die legden mij niet zo goed uit in de comments hoe je hem nou precies kon krijgen. Ik vind het wel jammer trouwens dat je bij je huizen niet kunt inbreken. Kijk, dat zou eigenlijk ook best wel dope zijn. Trouwens, de volgende video, als wij genoeg blauwe duimpjes omhoog halen, ga ik checken of we dan toch misschien die schatkist kunnen gaan openen. Er is namelijk een schatkist. En die schatkist die kun je vinden bij een verlaten schip. En heel veel mensen willen mij die zien openen. Maar voor nu eerst even. Oké, dat is een crimineel. Ik denk al. Ja, ik moet heel voorzichtig zijn, jongens. Ik ga verder niks overvallen. Laat het lekker zitten voor wat het is. Ik kan nu de bank wel ingaan voor die 3000. Maar geloof me, jongens, echt waar. Als je de airport inkomt, je kunt cash verzamelen, je kunt een jetpack verzamelen, je kunt andere vehicles, oftewel voertuigen krijgen. Freaking bizar. Het is het gewoon niet waard nu om onze superkracht op het spel te zetten, alles kwijt te raken voor een paar duizend dollar. Gaan we gewoon niet doen. Nee, weet je wat we wel gaan doen? We gaan even kijken hoe dat zometeen in zijn werking gaat. We zijn namelijk op zoek naar een keycard. En met die keycard, met die geheime sleutel. Die geheime sleutel zit ook echt verstopt in de muur van de nachtclub. Ja, ik vertel jullie misschien al iets te veel. Maar daarmee gaan wij uiteindelijk hier naar binnen kunnen. En dat doe je dan. Oh my gosh, ik ben eigenlijk nu al ingebroken. Hè? Oh my gosh. Hoe duur zijn deze? 1 miljoen? Hoe duur is deze? 4 miljoen! Oh nee, toch. Dat doet gewoon bijna pijn aan mijn hart. Je hebt die keycard nodig. En ik wil eigenlijk even weten waar je hem dan precies moet gebruiken zometeen. Want als ik dat namelijk niet weet en ik ben zometeen aan het ronddurpen, net wanneer ik die keycard heb, al acht ik de kans klein dat mij dat lukt. Ah, het is hier. Ja, hier kom ik dan. Oh, wat? Ik kan al naar binnen. Oh, ik kan al. Wat? Ah, nee, wacht, sorry. Ja, oké, het is iets veranderd in dat geval. Het is iets veranderd in dat. Oh my gosh. Serieus? Ik kan gewoon. Ben ik de enige die dit bedenkt om te doen? Ik heb gewoon een snelle 1500 geslagen, gewoon, hè. Even tussendoor. En als het goed is, kun je deze dingen ook openen. Maar dat kan ook. Wat zit erin? We zijn gewoon koffers aan het bestelen, jongens. 500. En hoeveel zit hierin? Yo, niemand heeft door dat ik het vliegveld aan het overvallen ben. 500. En hier ook misschien wel weer. Oh, we zijn echt super lekker bezig. Maar goed, nice dat we hier even checken. Want dan hebben we dus en wat geld. En zometeen als we hier komen met de keycard hopelijk, zijn deze koffers weer terug en kunnen we ze nog een keer looten. Maar in ieder geval, ik weet nu dus wel hoe het moet. We moeten daarvoor eerst naar de nachtclub. Dus we moeten wachten totdat die open is. We hebben echt gewoon super veel geld verzameld. Even een kleine geheime tip van de sluier. De jetpack zit hierachter. Met nog een aantal andere epische dingen die je kunt beroven en kunt meenemen. Maar daar hebben we dus nu weinig aan. Nevertheless, we hebben het een en ander meegenomen. Super chill. Ik zou zeggen, laten we wachten tot de juwelier open is of zo. Gewoon even een juwelier overvallen tussendoor. En dan kunnen we daarna, als de nachtclub open is, ons daarmee bezighouden. We hebben trouwens 21.000 cash. Dat is op zich best wel nice. Weet je wat? Er is een extra huis, heb ik gelezen, waar je naar binnen kunt. En deze kerncentrale, daar kun je geloof ik ook wat doen volgens vele mensen. Daar zitten ook dingen verstopt. Laten we daar dan ook gelijk even kijken. Misschien dat we er naar binnen kunnen. Oké, dat gaan we dus niet doen voor alle duidelijkheid. Ik weet niet wat er gaat gebeuren als ik mezelf daar naar binnen laat vallen. Maar ik denk dat het niet veel goeds is, to be honest. Nee, ik kan hier niks doen. Oké. Ja, we moeten echt wachten tot de nachtclub open is. En dan gaat het echt, zeg maar, de big overval gaat dan in zijn werking.
Tot die tijd wil ik gewoon niet te veel risico nemen. Kunnen we het tankstation niet overvallen, een soort van? Ik denk namelijk van wel. Ik denk dat je die ook kunt overvallen. Ja, die kun je ook overvallen. Ja, het zijn kleine hoeveelheden met geld, maar het is wel mooi meegenomen. Het is weer een mooie 250. En ik denk dat hier ook 250 in zit. Oh, de juwelier wordt overvallen. Daar gaan we even naartoe. Alleen nogmaals, als er te veel superhelden zijn, dan laten we het echt voor wat het is. Want zeg maar, de nachtclub waar die keycard verstopt zit, daar ben ik de vorige keer ook geweest in de vorige aflevering. En het is al heel moeilijk om daar de overval te doen wanneer je superkracht hebt. Laat staan wanneer je geen superkracht hebt. Dat is echt bijna onmogelijk. En ik wil dus eigenlijk 0 risico nemen mijn superkrachten kwijt te raken. Ja, nee, dit is echt veel te riskant. Of ja, tenminste, we kunnen wel via de bovenkant natuurlijk naar binnen, dat scheelt. Het is wel echt heel gevaarlijk wat we nu doen. Ik ga het wel doen. Ik ga het wel gewoon doen. Ja, waarom niet, joh? Let's go. Oh! Oh! Nee! Nee! Oh, nee! Oh! Oh! Oké. Never again. Ik heb 500, I know, right? Maar never again. Ik werd achterna gezeten. Oh, mijn hart, jongens. Echt waar. Done. Oh, gosh. Dat was echt heel zenuwslopend. Zeg maar, ik dacht dat het een medecrimineel was, right? Maar dat was het dus voor alle duidelijkheid niet. Ik ga trouwens hoger boven de grond vliegen. Ik wil echt geen risico nemen. 500. Ik had veel meer kunnen verzamelen, maar dan was ik waarschijnlijk opgepakt geweest. En opgepakt betekent lek geschoten in Roblox. Dus dat is echt niet nice gewoon. Oké, let's go. We gaan even onze buit halen. Dat gaan we doen. Kun je nou ook iets met dat cargo schip, of niet? Ik weet het niet. Nou ja, goed. Zo. Bam. 500. En we zijn rank up. Zeg maar, dat is wel zo. Je krijgt wel altijd XP. En dat is eigenlijk al best wel mooi meegenomen. We hebben dus een pistool nodig zometeen. You unlocked winglets as a reward. Oh, nice. Wat kan ik daar precies mee? Winglets? Is dat iets wat je kunt... Winglets. Het klinkt cool. Ik weet niet wat ik ermee kan, maar het klinkt super episch. We zullen sowieso eerst... Wacht eens even. Als ik dit aantrek, ben ik dan mijn superkracht kwijt? Ik weet het niet. Ik laat het even voor wat het is nu. Oké, we gaan snel weer weg hier. Oh, ik moet uitkijken. Ik heb mezelf laten raken. Ja, we moeten echt wachten tot de nachtclub open is, jongens. En als die open is, oh, dan wordt het spannend. Ik ben echt zo zenuwachtig, jongens. Ik ben echt zo zenuwachtig. Want ik weet, zeg maar, wat wij moeten doen. We hebben trouwens een code nodig. Ik ga vast mijn telefoon unlocken. Dat ik die code zo meteen kan gaan opschrijven. Want er zit namelijk een code, zeg maar. En die code die is echt heel erg van belang. Als wij die code, zeg maar, niet goed... Als we die code niet onthouden, hebben we een heel groot probleem. Die code bestaat uit kleuren, oké? Voor alle duidelijkheid. Die code bestaat uit kleuren. Daar is de juwelier. Hier kunnen we wat aanpassingen doen als we dat willen. En de nachtclub die is nog steeds gesloten. De vuurtoren, daar konden we niks mee. Daar zijn een aantal huisjes. Daar is de gevangenis. Nou, we kunnen op zich even kijken. Oh, deze auto is gek, jongen. Zo, wat betaal je daarvoor? 1 miljoen. Ja, ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe je aan dat soort bedragen komt. Ik vind wel, als ik eerlijk mag zijn, dat ze wat missies moeten maken in Mad City. Die wat realistischer zijn in verhouding met de dure auto's. Dus dat je bijvoorbeeld 100.000 kunt verdienen voor een missie. Maar echt een hele zware, right? Ja, deze moet echt open gaan zometeen, jongens. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Snel, nachtclub! Ga nou open! Ik weet eindelijk wat je moet doen namelijk. Het heeft allemaal te maken met een code. Het heeft allemaal te maken met een code die zich bevindt aan de DJ booth. Er is zeg maar een DJ booth en daar is een code van kleuren zeg maar. Dus je hebt bijvoorbeeld paars, oranje, weet je, ik ga het jullie gewoon vertellen. Je hebt bijvoorbeeld paars, oranje, rood en geel. En dan kom je uiteindelijk bij een vendingmachine en daar staan diezelfde kleuren. En dan moet je die in de goede volgorde moet je die schieten. En als je dat hebt gedaan, dan unlock je een gat in de muur. Daar kun je... Ik werd beschoten. Ik word achterna gezeten door een echte superheld. Uh-oh. Uh-oh. Oké, niks aan de hand. Niks aan de hand. Rustig, Job. Gewoon rustig. Gewoon kalm. Daarmee kun je uiteindelijk naar de airport. En daar kun je de geheime kamer unlocken waar de jetpack verstopt zit. Maar eerst ga ik heel snel weg hier. Want ik word overduidelijk achterna gezeten. Ik weet niet of dat... Ja, dat is een echte superheld. Dus die kan mij killen als ze dat zou willen. Die kan mij killen als ze dat zou willen. Dat klinkt bijna poëtisch. En ik word echt lijp achterna gezeten, by the way. Dit is op geen enkele manier goed. Oké, wacht even. Waar is de uitvalbasis? Ik ben hem even kwijt. Zit ze nog steeds achter me aan? Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik denk haast van wel. Nee, ik ben er kwijt, denk ik.
Ze laat het voor gezien. Maar ze weet dus in ieder geval wel dat er een crimineel is met superheldenkrachten. En dat is eigenlijk... Dat is niet iets wat ze moet weten. In ieder geval, hoe kom ik bij de kist? Dat is namelijk iets wat ik de volgende aflevering wil gaan doen. Er is namelijk een kist verstopt. Een verdoemde kist, heet het geloof ik. In het schip daar verderop. En ik ga er even één keer naartoe, want ik moet erachter zien te komen hoe ik die kist kan openen. Want ik heb van mensen begrepen dat er ongelooflijk veel te halen valt. En dat wil ik natuurlijk dan wel voor elkaar krijgen. Oh nee, ze zit nog steeds achter me aan. Jongens. Jongens, ze zit nog steeds achter me aan, voor alle duidelijkheid. Oké, dit is echt serieus not good at all. Laat me met rust! Ik ben ook maar gewoon een superheld! Of nou ja, supercrimineel. Ik ben eigenlijk ook maar gewoon een supercrimineel. Klinkt eigenlijk niet zo gewoon inderdaad. Is er nog? Als ze er nou niet meer is. Ja, kijk, de kans dat ze mij pakt is heel klein hoor. Je kunt bijna niet raak schieten namelijk. Maar wanneer ik zo... Oh nice, het wordt nacht. Oké. Oké. Houd het in de gaten jongens. De nachtclub kan elk moment opengaan. Oeh, er is daar wel iets of iemand. Kan ik schieten? Wat is dat? Ik weet niet of het een crimineel is of iets anders, maar goed. Hé, wacht eens even. Ik zie denk ik iemand op het eiland. Bij het vuur. Oh, trouwens, de bank is open. We kunnen de bank overvallen. Maar laat het maar even lekker voor wat het is, weet je. Ik ga al die rare overvalletjes weer doen voor een paar duizend, maar nu dus nog niet. Kan ik hem aanvallen? Nee. Ik weet ook eerlijk gezegd niet wat hij hier doet. Maar in ieder geval, om jullie even te laten zien waar het precies over gaat. Kijk, hier binnen is dus een kist. Dat is deze hier zo. En die kun je openen. Maar daarvoor heb je een sleutel nodig. En hoe wij aan die sleutel komen, dat weet ik niet. En daar zullen jullie mij even mee moeten helpen hier beneden in de comments. Wanneer ik dat namelijk weet, zorg ik er namelijk voor dat ik de kist openmaak. Zeg maar, vandaag is een echte special aflevering waar het allemaal draait om de jetpack. En de volgende video wordt een special aflevering waarbij het allemaal draait om de verdoemde kist. En geloof me, als ik iets wil, dan lukt het niet altijd. Maar ik ga wel mijn best doen om het dan de volgende keer te laten lukken. Ja, weet je, laten we gewoon even naar de bank toe gaan. We kunnen in ieder geval even kijken hoe de situatie ervoor staat. Of er nou echt veel criminaliteit is. En of dat gepaard gaat met politie of niet. Ja, kijk, nu is hij officieel overvallen. Dus zeg maar, nu is de kluis gekraakt. Dus nu komt er ook echt politie op af. Dus als wij nu er naartoe gaan, is de kans groot dat we worden aangehouden. Gaan we dat doen omdat we een idioot zijn? We gaan het doen omdat we een idioot zijn. Nee, oké, wacht even. We gaan wel serieus... Oh, de nachtclub is open. Laat maar zitten. De nachtclub is open. Oké. Rustig, Job. Dit is waar je de hele video voor maakt. Dit is letterlijk waar heel de video om draait. Voor alle duidelijkheid, dit is waarvoor deze video gemaakt wordt. Want ik jullie wil laten zien hoe je aan de jetpack komt. Het is echt een soort van tutorial dit. Oké. Ik word ondertussen half gebeld hier zo. Door Jeyoon. Ik kan niet opnemen Jeyoon. Ik ben een nachtclub aan het overvallen. Oké, snel. Let's go. Naar binnen. Top. Oké. Alleen deze is nu nog niet open. Kijk, hier staan de kleuren. Hier staan de kleuren. Oké, ik heb de kleuren hier. Ik moet het snel opschrijven. Hé, weet je, ik maak er een foto van. Dat doe ik graag. Ik maak er gewoon een foto van. Dat is veel slimmer. Zo. Nice. Oké, de foto staat ready. De foto staat ready. Nu kunnen wij hier zo meteen naar binnen, denk ik. Hoe komen wij hier naar binnen? Oh, hij is het al aan het doen. Of niet? Ja, oké, nice. Oké, nice. Oh, nee, oké, rustig. Doe het maar gewoon via touw, joh. Doe het maar gewoon zoals ieder ander. Of ga ik gewoon vliegen? Nee, ik ga wel vliegen, dan ben ik eerder. Snel, nu. In één keer. Kom op. Oh, nee, oké. Dat is echt heel riskant. Oh, hij is al gekild. Oké, rustig, joh. Rustig. Oké, wacht. Ik wil eigenlijk eerst even healen. Oké, go. Oké, ik ben... Oh, nee! Oh, 13 HP! Word ik onder... Wanneer krijg ik mijn HP weer terug? Is politie. Ik ben gekild. Oh my gosh. Oké, geen stress. We gaan het alsnog proberen. Nee, we gaan het echt sowieso alsnog proberen. We gaan er sowieso alsnog voor. Come on. We got this right. Hij is open nu. Ah, dit is echt balen. Oh, ik wou het jullie eindelijk laten zien. De vorige keer lukte het wel. Oké, wacht even. Nee, wacht. We gaan ons geen zorgen maken. We gaan ons gewoon letterlijk geen zorgen maken. Rustig, Job. Je moet proberen altijd positief te blijven. Dat geef ik mijn kijkers ook altijd mee. Altijd positief blijven. Dus wij gaan vandaag echt letterlijk gewoon hetzelfde doen. Ga gewoon rustig naar de nachtclub toe. Het zal ongetwijfeld moeilijk worden. Want er is nu overal politie. Plus, ik kan nu niet vliegen. Dus dat maakt het echt 10 keer lastiger gewoon. Maar we gaan het gewoon proberen, oké? Oké, rustig. Ja. Ik heb ook alleen maar een pistooltje. Oh, wat erg dit. Oh, dit is levensgevaarlijk wat ik nu doe. Dit is echt levensgevaarlijk wat ik nu doe. Rustig, Job. Alsjeblieft. Je hebt de code. Dat is alles wat je moet hebben. De freaking code. Oké, rustig. Oké, voorzichtig. Ja, oké, nice. Ik ben een beetje geraakt, maar niet heel veel. Oké, oh nee. Nee! Oké, rustig. Oké, kalm. Kalm.
Oké, rustig. Spring, spring. Ja, hier. Hier is het, hier is het. Oké, de code. Jop, de code. Rustig de code erbij pakken. Rustig de code erbij pakken. Wat is de code? De code is... Geel. Geel. Wat is dat voor... Die, ja. Groen. En roze. Ja, we hebben hem. We hebben hem unlocked. Jop, niet verpesten nu. Niet verpesten nu, alsjeblieft. Oké, rustig. Oké. Kalm aan. Hij is open. Yes! We hebben hem. Wegwezen hier. Alles is nu nog gewoon wegwezen hier. Dat is alles wat we moeten doen. Alles wat we nu moeten doen is gewoon wegwezen hier. Letterlijk. Alles. Rustig. Ja. Dat is politie! Sukkel! Sorry, ik werd even boos. Sorry. Ik doe dat normaal nooit dat ik dat zeg, maar ik werd even een beetje... Span. Plane, rustig Job. In de plane gewoon. In de plane nu. In de plane, Job! Kom op, waarom gaat hij naar aan? Zo, oké. Ja. Oh, nice. Ik wil alleen die gozer eigenlijk niet bij me hebben. Oh, ik heb de keycard. Oké. Ik heb hem. Op naar... op naar de jetpack. Op naar de freaking jetpack. Auwe. Oké. Dit is by far... mijn meest spannende game moment ooit geweest. Die politie kruiste mijn weg. Hij kruiste mijn weg terwijl ik op weg was met het gestolen pasje. Oké, niks aan de hand. Ik wil eigenlijk even landen. Zo. Oké, nu gaat het lukken, jongens. Zo. En eruit. Wegwezen hier. Oké. Ik vind het echt heel irritant dat die gozer met mij meegaat. Want hij krijgt nu een gratis jetpack. Ja, goed. Ik zie het maar als iets wat mag voor vandaag. Besef dat die guy nu gewoon door mij een jetpack gaat krijgen. Hij gaat gewoon letterlijk... Ik zorg er gewoon voor dat iemand een gratis jetpack krijgt. By the way, wat doe ik nou raar? Ik pak gewoon even heel snel een ding erbij. Een dirtbike. Hij heeft er ook een. Oké, rustig, Job. Oké, moment komt echt heel dichtbij nu. Ik heb de keycard in mijn handen. Moment komt echt heel dichtbij nu. Volg me op Insta, linkje bovenaan in de beschrijving. Als je geheime beelden wilt en veel meer dan dat. Jongens! We hebben de jetpack, man. We hebben de jetpack! Yes! En je kunt nog schieten met de jetpack tegelijk ook. Oké. Nu is het gewoon voor ons wachten op nieuwe updates, man. En ik denk de volgende video wel even een filmpje met de jetpack maken. Bedankt voor het kijken. Vond je het nou een leuke video? Beloon hem even met een blauw duimpje omhoog. De volgende keer ga ik opnemen een video lang met de jetpack die ik nu eindelijk heb. En gaat mijn missie worden om zoveel mogelijk overvallen hiermee te doen. Oh my gosh. Ik ga even naar de super schurken schelplek om wat nieuwe wapens te pakken. Ik heb de jetpack. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, jongens en meisjes. Adios.